Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Spider-Man 2. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want eindelijk is het pak, is het alien, is de symbioot van Peter Parker af. En Dr. Connors, die neemt ook contact met ons op dat hij bij de toren aanwezig is. We kunnen naar hem toe om de alien bij hem af te geven, maar eerst ga ik even Yuri helpen, want die is namelijk hier aanwezig. Omdat zij op zoek is naar de baas van de vlam. Dus heb je er nu weer zin in? Ram er natuurlijk keihard op, blijkt nog straks super gaaf vinden. Bedankt allemaal voor het intunen. Bedankt allemaal voor de support. En ik weet niet hoe dit allemaal gaat aflopen. En er staat hier hurry up. Oftewel, schiet op. I'm going after her. Ze is al naar binnen gegaan. They're still breathing. But I don't know if the flame is gonna be so lucky. Not after Yuri said how dangerous he is. We have no idea what their Crimson Hour Doomsday event is. And she just runs in. We weten niet waar een ingang naar binnen zit. Trust the flame and keep maar... watching. She has to leave eventually. Er leven hier nog wel mensen. Dus we mappen die even van het dak af. En hieronder zijn er veel meer. We kunnen het rustig aan doen, maar we kunnen er beter gewoon voor gaan. Wat denk je nou jezelf? Dat je dat gaat winnen? Nou, ik denk het mooiste even niet. En hier is een ingang naar binnen toe. That's not a good rumble. Helemaal niet zelfs. Just need to get to her. Anyone hear me? Anyone? Sorry vriend, maar als je daar nou even gaat liggen, heb ik geen last meer van je. Map of Brooklyn. Is that where the Crimson Hour is supposed to happen? Wat? Zijn ze aan het doen? Why Brooklyn? Er ligt hier ook een blueprint. What has Oscorp got to do with all of this? A warehouse, scrapyard, parking lot, library. What's the connection? We weten nog niet wat ze van plan zijn, want er ligt hier wel een audio recording. I've heard some concern amongst you recently concerning our losses at the Brotherhood. My concern is that you thought of them as losses at all. Those embers who fell revealed themselves to be unworthy. And though we miss them, we have only grown stronger without them. Dat is echt een hele nare man. Die gewoon een beetje gestoord is. Book of Flame. They want the world to burn. So they can live in what's left. En de duivels roeien de overledenen uit. Tot eindelijk het karmijnrode uur slaat om de aarde opnieuw vorm te geven. De onwaardigen neer te slaan en ons allemaal in een nieuw paradijs te verwelkomen. Dat is dus hun doelstelling. Dit gebouw stort echt bij na in. What happened to the roof team? You're not in charge. Clear that rubble now! Now! Yuri's behind that rubble. I take out these cultists, I can get to her. And the flame. Wait. They're making explosives here. They're not waiting for the Crimson Hour. They want to cause it. Oh shit! Prophecy has to be true. Ze gaan er dus zelf voor. Who's there? Ik leid hun heel eventjes af. En dan gaan we er gewoon voor. Ik ga niet wachten, joh. We hebben niet meer onze symbiootkrachten, maar we hebben nog wel de rest, zoals je ziet. Waar is deze Crimson Hour? Is Brooklyn de
target! Ruthless death of beginning! En ze gaan dus gewoon alles in de fik steken, die gekken. It's not about what we want. It's about faith. Maar dat laten wij echt niet gebeuren. Alsjeblieft. Now to clear the rubble. Yuri zit hier achter het puin. Of ze gewond is of wat er met haar aan de hand is, dat weten we niet. Who said anything about Oscorp? Stop! The fool's beacon himself! As I prophesied! No! Vermoord ze hem nou? There, that'll keep pressure on it until I can. So, wat is ze mee bezig? Gaat ze nou met ons vechten? Wat? If you want the flame, you're gonna have to go through me. Wat een gekkie. Him, Yuri. My prophecy says he'll never stop. Just like you. Zo, die deed pijn, maar die niet. The flame makes to die, Spider-Man. The longer he lives, the more people will get hurt. There are other ways to stop him. Less traumatic. Ik heb het goed geraakt. Ze zit nu ook vast. What about the Crimson Hour? We still need to learn more about it. You're acting like he cooperates. Wat wil je nou proberen, joh gek? Dit is niet waarvoor wij staan. This path you're on never ends well, Yuri. Trust me. Trust you? We hebben er geholpen, hè? Trusting me. En kijk wat ze nu doet. Zo! You weren't there the last time you escaped. You didn't find the bodies. You couldn't see his face. No, I can't even imagine. But that still doesn't make this right. I am not letting him get away again. I can't. Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Ze denkt dat ze Spider-Man aan kan. Nou, ik dacht het mooi eens even niet, hè? Oké, ze raakt ons wel. Eerlijk is eerlijk. Want wij raken haar 100 keer harder. Congratulations. You get to live out the rest of your life behind bars. And I owe it all to you. Nee, je niet. God, that's beautiful. I'm only gonna enjoy this a little bit. Zit daar vast. Maar kom jij eens even terug. Get out of my way. You know I can't do that. I'm trying to do the right thing. As if you have any idea what that means. Open your eyes. Everything's blurry. Ik zie helemaal niks meer. Ik weet ook niet waar ze is. You always have. You used to believe we could do both. Ik heb er vol tegen de koppie aan. You talk like I've never saved anyone. Oh, and nobody's died under your watch. I doubt that. You're the one who wanted to wait to come. You're a fool. And you're not the authority on justice. We moeten wachten tot de rook
weg is. Want nu zien we gewoon niks. Laat hem maar komen hoor. Wij hebben de tijd. Perfect afgeweerd. I never said I was perfect! Then stop acting like it and let's kill it! Oh, ze gooit het plafond op onze kop, joh! De bouw gaat instorten. Yuri. En nog redden we er, hè? Moet je nagaan. Snapt. You need to figure out your priorities. Because I'd rather lose sleep over the one person I killed than all the ones I didn't save. En weg is ze. De baas van de vlam is dus wel ontkomen. Hij is niet vastgebleven onder ons web. I know my priorities. I am not going to let the flame hurt anyone else. I'll find him somehow. Dus dit verhaal krijgt nog een vervolg. Nou, ik ga nu eerst onderweg naar Dr. Connors, want die is namelijk op ons aan het wachten. We kunnen ook de katapult op dit dak gebruiken. Want anders vliegen we in één keer die kant op. Dus op het platform gaan staan. En dan... Hop! Schieten we onszelf helemaal die kant op. En kijk wat de snelheid hierachter zit. Dit is wat je wil hebben. En dan gaan we meemaken wat er met de alien gaat gebeuren. Die hele paal is verwoest. Door de lizard. Oftewel door Dr. Connors zelf. Maar... dat wordt vanzelf weer hersteld. You finally got it off. My hero. Harry. Gotta destroy it. It's too dangerous. I don't want you to lose yourself. Like I did. Pete. Please. You don't understand. Connor said it was... I saved your life. You won't save mine. Kijk uit. Do you want me to die? Hij ontsnapt. Harry weet niet waar hij mee te maken heeft. Maar voor hem is het de enige manier hoe hij in leven blijft. Dus niet doen. Hij neemt hem tot zich. Dat is Venom. De alien is geëvolueerd. En dat is zijn ware aard. Hij had alleen een host nodig die het toeliet. No! Don't hurt him! Aan de kant, aan de kant! Niet of we dit gaan winnen. Stop! Not lethal! Just get it off of him!
Daar kan je niks tegen beginnen, mannen. Hij beukt jullie gewoon in één keer aan de kant. En wij spelen nu als Venom. Oftewel als Harry. En nu zie je hoe ongelooflijk sterk de symbioot is. Het liefste wil ik dit niet doen. Maar dit is wie Venom is. Het charge gewoon overal doorheen. Zo, die deed pijn. De granaat die kan ik teruggooien. Sluiten het hele gebouw af. De technologie die hier binnen is, dat is niet normaal. Gewoon die RPG terug. Dat is echt gekke werk. Hij kan niet door de ventilatie heen. Maar hij maakt alles kapot. Venom is echt gek hoor. Norman Osborn probeert nog steeds met hem te praten. Maar praten met Venom heeft geen nut. We staan daar boven, joh. Kom eraan. Beetje bij beetje gaan we naar boven. Oh! Oh, dit is echt gekke werk. Naar de control center. Please. Please. De jagers zitten nu ook achter hem aan.
Maar wij chargen er gewoon op af hoor. Er is niks dat hij kan doen. Het gaat ze niet lukken hoor. Waar is Spider-Man als je hem nodig hebt? Is that all you can do? Or is there more? Nou, er is veel meer. Pas maar op. Ik zie niet eens wat er gebeurt, zo moet je nagaan. Allemaal bovenop. Ik focus heel veel bun. Die zijn echt serieus vervelend. Eerlijk is eerlijk, het is gaaf om als Venom te spelen. Maar niemand... maak de kans, joh. Au, au, au. Die vangen we op. En daar zijn we. Daar staan ze. Daar is Raven. Hij leeft nog steeds. De vorige keer hebben we Peter Parker, oftewel ook Venom, gestopt om hem te vermoorden en is hij weggekomen. Maar Venom, die gaat het niet tot daar laten komen. Godverdamme. En dit is ook wat Kraven wilde. Separated because of you. Is that so? Oh, ik weet niet waar die is. Pas op! Die gaan we niet kunnen krijgen, vriend. Echt niet. Long as I dreamt of a perfect death. Drenched in fire and blood. Will you give it to me? You destroyed our work. Hurt our friends. How fast are you? Snel genoeg. Alsjeblieft. Yes. Goed. Afgeweerd hoor. Hij is bijna neer. The spider could not satisfy me. But you... Hij staat gewoon zijn tong door de midden. Nu. Oh, hij groeit weer terug. Ik wou zeggen, nu is hij echt boos. Maar de tong is terug. Maar boos is hij zeker. Let us show the world what death should be. You want death? Then give up. I wanted to be worthy of me.
Liet hem even opstaan. Have your body betray you? Weakness will not claim me. If I am to die soon, I will die roaring. Beter dan dit kunnen we niet afweren hoor. Hij is er bijna geweest. Als dit overleeft, dan weet ik het ook niet meer. Weg is die. Venom loopt dus nu rond in New York City. Kraven is wel uitgeschakeld, dus daar hebben we geen last meer van. Nee. Als dat gebeurt, dan hebben we echt een probleem. De symbioot wil dus alles hebben. De hele wereld. Maar dat gaan we niet laten gebeuren. Still wearing his badge. I can use Oscorp satellite dishes to find him. Oh, dat is heel handig. Please be wearing that badge. Ja hoor. Getting a strong signal that way. Time to move. Dat is perfect. We weten dus waar Harry
of in dit geval Venom is. En we gaan dus die kant op. Maar ik ga jullie wel achterlaten met de cliffhanger. Want ik ga hierbij deze aflevering afsluiten. Mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk keihard op blijven. Zou ik super gaaf vinden. En hopelijk ook weer, zoals altijd en elke keer weer opnieuw. Tot de volgende aflevering van Spider-Man 2.